Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft voorzien in de behoefte om de avondopleiding HAVO en VWO te starten in het district Wanica. Het avond HAVO en VWO wil Surinamers opleiden die een droom of ambitie hebben om ontwikkeling te brengen voor zichzelf op microniveau en voor de maatschappij op macroniveau. Het moet het fundament zijn waarop het No Child Left Out idee zich voortborduurt. Het start zijn van de opleiding is gegeven op maandag 1 november 2021 op de Johannes Vrolijk School 2 op Lelydorp. Zoals ik u hier zo ziet, dat heeft u bewust en wel overwogen gekozen om hier te zijn. En dat u de school afmaakt en dat we over 3 jaren de eerste groep mogen afvaardigen, niet waar? Van het jaar. Nog blijer, daar kijk ik er naar uit. Nee, dus van het jaar al mogen we dan de eerste groep afvaardigen. Wel, mensen, doe heel hard uw best. Het is goed dat het avond HAVO VWO te Lelydorp van start gaat, omdat het een belangrijke tegemoetkoming is voor studenten van Lelydorp en omgeving, dat ze niet helemaal naar Paramaribo moeten voor hun studie. Voor mij als student betekent het dat ik een kans kan krijgen om mijn studie toch af te ronden. Ik ben Marwat Imelda, student op avond HAVO Lelydorp. Ik ben van de laatste klas, zesde klas. Ik vind het een hele goed idee. Integendeel is het ook een voordeel voor bepaalde studenten die 's morgens werken en in de avond op school moeten zitten. Bepaalde studenten zijn ook niet ieder. Kan soms meer dan 2 bussen permitteren. Dus daarom is het ook een hele goed doel voor ons als studenten. Het is ook een goed idee, ja, natuurlijk. Vooral voor mij, want ik ben ook van de buurt. Dus het is beter voor mij. Dus het is meer dan minder busgeld. Dus ja, daarom vind ik het heel goed hoor. Nou, ik doe het HAVO. Ik vind het goed voor de gemeenschap. Is dichterbij. Aangezien het, de economie van het land. Dus niemand kan meer bijna de studie betalen om verder te studeren. Om de trap hoger op te klimmen. Dus ik vind het... Ach, het komt net goed uit voor ons. Het betekent dus dat de studenten die kiezen voor HAVO of VWO nu van dit district in de gelegenheid zijn om in hun directe omgeving hun vervolgopleiding te doen. En dat is natuurlijk belangrijk. We hebben dus een avond HAVO VWO Paramaribo waar eigenlijk alles en iedereen die dus daar belangstelling voor had naartoe moest in Paramaribo. Nu is de zaak enigszins gedecentraliseerd, waardoor een heleboel studenten van Wanica, maar misschien ook van Para, in hun directe woonomgeving naar school kunnen. Ik moet zeggen dat we zeker vanuit het ministerie van Onderwijs continu dat aan het bestuderen zijn. Waar wij in elk geval buiten Paramaribo opleidingen moeten opzetten. Zodat we de leerlingen, zeker in de districten, maar misschien ook in het binnenland tegemoet kunnen komen. Vandaar dus dat we onlangs hebben gehad de opstart van scholengemeenschap Mongotapu. Speciaal voor de doelgroep van Marowijnen. En vandaag hier voor studenten van Wanica en Para.